Hey Jeroen, wat gaan we vandaag doen? We gaan de kever roze spuiten. Ja. Met Dupont. Dupont. Oké. Okay. Ja, dat is een lak die jij niet gewend bent om te spuiten. Geheel nieuw. Geheel nieuw, maar geheel naar wens van de klant. Wil het gewoon in. En roze, dat is ook wel een klein beetje jouw lievelingskleur. Dat is wel mijn kleur eigenlijk. Wel een beetje jouw kleur. Ja. Okay. Ah, voor ons samen dan, hè. Hey, maar ik jouw haardheid doet er niet toe, hè? Jouw haardheid doet er toch niet toe? Mijn haardheid doet er niet toe. Nou, mij is veel mogelijk. Maar ik zie dat de kever al in de primer staat. Ze hadden de piepen zien al in nat. Ja. Gisteren gespoten. Ja. En vandaag gaan we hem roze maken. Oké, okay. Waarom nat en nat? Voor de hechting. Voor de hechting. En om een klein beetje de kosten te besparen voor Wendy. Omdat Wendy het niet te duur wil maken. Wendy wil het niet te duur maken, dus vandaag spuiten we met een nat en nat. Nat en nat speciaal voor Wendy. Oké, okay, super. Wendy, we gaan. Nou.
dit was de eerste laag. En Jeroen is nu opnieuw verf aan het aanmaken voor de tweede laag. De tweede laag zal gelijk de definitieve laag zijn. Zoals je kan zien zit er nu best wel wat glans op, maar eigenlijk nog niet zoveel laagdikte. Pas in de tweede laag wordt er een flinke laagdikte opgebouwd. Met die laagdikte gaan we ook gelijk veel meer glans aanbrengen in de auto. En ik denk dat het resultaat de goede kant op gaat. Dus wil je het eindresultaat zien, blijf zeker even hangen. We moeten even een paar minuutjes wachten. En dan gaan we zo dadelijk de tweede definitieve eindlaag aanbrengen. Dus blijf vooral kijken. Je kan zien dat er nog bepaalde stukken niet goed geraakt en niet gedekt zijn. Dit wordt dadelijk met de tweede laag opgelost. Als je goed kijkt zie je dat het lijkt wel dat hij glanst, maar hij kan nog veel beter glimmen. Komt natuurlijk ook omdat er weinig body echt erop zit nu. Zeggen dat ik het kleurtje eigenlijk toch wel helemaal te gek vind. Maar ja, dat is omdat het gewoon afwijkend is van wat we normaal doen. Het is in ieder geval een hele moeilijke kleur om goed dekkend te krijgen. Maar ja, dat heb je uiteraard met zo'n zuurstokroze kleur.
en in de gaten. We gaan er aardig wat materiaal op. Moet ook continu aangevuld worden. Genoten hebben. Ik anders wel. Tot de volgende.